Laat ik het zo zeggen, als ik naar Nederland ga, word ik gemiddeld 300 keer geflitst. Hallo dames en heren, en ja, dit intro muziekje is van de kerst. Ta-da-ta-ta-ta-ta. Heerlijk hè, de kerst. En de gast die ik heb in deze aflevering, dat heeft ook alles te maken met de kerst. Ik had al verteld aan jullie, mijn beste Mattie is de kerstman. En die heb ik dan ook in deze aflevering, maar ik ga hem eerst eventjes zoeken. Dus, laten wij even op pad gaan. Ik heb begrepen dat hij sowieso hier op dit eiland is. En dames en heren, ik zie... zien jullie dat ook? De kerstman! Ho, ho, ho! Oh mijn god, ik heb gewoon de kerstman in mijn fucking Minecraft Survival aflevering. Kerstman, hoe gaat het met jou? Ja, het gaat heel goed met mij en zo. Nice man, echt nice. Je ziet er goed uit, moet ik zeggen. Kersterig, hè, kersterig. Ja, volgens mij ben je een paar kilootjes verloren ook. Ja, dat klopt, ja. Ik heb slim fit dieet gedaan. Wat minder kerstel gegeten. Nice, ik heb heel erg veel vragen voor jou van mijn lieve kijkers. En die zal ik in deze aflevering allemaal aan jou stellen. Dus ik ben heel erg benieuwd of jij daar antwoord op kan geven. We gaan natuurlijk ook eventjes wat doen in deze aflevering. Dus ik hoop dat dat de kerstman een beetje goed is in bouwen. Ik ben heel goed in bouwen natuurlijk. Maar Enzo, ik heb even één dingetje. Ja? Ik vind het een beetje raar. Kijk, als jij wil dat ik bij jou langskom om cadeautjes onder de boom te leggen. Waar moet ik dan landen? Je hebt helemaal geen dak. Nee. Ja, dat is het hem dus juist. Ik wil jou vragen om een dak op mijn huis te zetten. Ja, dat gaan we even fixen voor jou. Dus dan gaan we dat doen. En dan kan jij binnenkort, als jij weer een keertje langskomt. Als jij het leuk genoeg vindt, kan jij op het dak landen. Maar laat ik gewoon beginnen met de allereerste vraag. En dan ga ik even heel amateuristisch op mijn telefoon kijken, dames en heren. Want ik neem u op mijn laptop. Maar de allereerste vraag, en die is eigenlijk best brutaal. Maar ik ga hem wel gewoon vragen. Die is van Fatih Agdas. En die komt nu in beeld. Ish! Hoeveel weegt de kerstman? Ja, want de kerstman eet natuurlijk ongelooflijk veel koekjes en melk en ja, hoeveel weegt hij nou eigenlijk? Dat is wel even de vraag. Ik weeg 2 keer de helft. Ik eet gemiddeld 3 kerstollen per dag. Dus reken maar uit. Ik denk dat ik zo'n 170 kilo ben. 170 kilo? en hoe lang is de kerstman dan, als ik vragen mag? 2 keer de helft. Ik heb uitgerekend dat Rudolf de Rednose reindier zo'n 80 centimeter hoog is. En ik kom er ongeveer een halve meter bovenuit. Dus ik ben ongeveer 1 meter, ik moet even goed rekenen. 1 meter 70 of zo, 1 meter 60. Ah, dat is niet zo heel erg. En als je dan 170 kilo weegt, dan, dat is best wel dik. Kerstman. Het ligt eraan hoe mijn muts staat die dag. Oh, ja. Oké, wij gaan eventjes samen een oplossing vinden, kerstman. Voor het dak. Ik ben niet zo goed, zal ik heel eerlijk zeggen, in het bouwen. Ik ben niet echt een architect. Ja, ze hebben me wel eens architect Enzo Knol genoemd, maar het kwam er niet allemaal heel erg goed... Het kwam niet goed uit de verf, laat ik het zo zeggen. Ik ga wel even wat voor jou maken. Ik heb namelijk een verrassing voor de kerstman. Echt? Ja, zeker weten. Ik weet dat jij nooit met lege handen komt, dus ik wil jou ook niet niets geven, zeg maar. Ik wil jou sowieso even wat geven. En dat is... even kijken, ik heb het hier in mijn hand. Dat is de Enchanted Boog. Yay! Dan kan jij jezelf... een mooi cadeautje krijgen. Ah, kijk, ik geef je meteen hele mooie vuurwerkpijlen, alsjeblieft. Ja, dan kan jij alle monsters van je afschieten. En je kan ook op rendierjacht met mijn pijlen mogen. Oh, dat ook, inderdaad. Je kan wel op rendierjacht. Oké, dan ga ik nu eventjes, nu ik een ex heb en jij ook een ex, dan gaan we eventjes naar het dak toe. En we moeten eigenlijk wel even iets verzinnen voor het dak. Wat gaan we voor het dak maken, kerstman? Het moet goed... breed zijn om te landen met mijn slee. Want in Nederland heb je heel veel puntdaken. Ja. En dat maakt het best wel eens moeilijk om met mijn slee, zeg maar, goed aan te vliegen en dan te landen op het dak. Dus dat moet wel even goed geregeld worden natuurlijk. Dus het moet wel een beetje duidelijk. En misschien is het wel leuk als we een beetje een soort landingsbaan maken voor de... Voor de kerstman met zijn rendieren. Voor de arreslee, ja, voor de arreslee natuurlijk. Ja, precies. Oké, dat vond ik wel een hele goeie. Nou, dan misschien is het dan handig als we een soort van lichten ook op het dak zetten, zodat jij weet dat je hier moet landen. Ja, vind ik een goed plan. Oké, dat is een hele goeie. Dan ga ik ook meteen weer even een nieuwe vraag in beeld laten komen.
En dan ga ik weer even mijn telefoon tevoorschijn pakken. Laten we in ieder geval met z'n twee even deze boom een klein beetje weghalen. Ja. Zodat we hier kunnen bouwen. Oké, okay, dan gaat de kerstman even hard aan het werk. Ja, ik vind het knap hoor dat hij hard aan het werk gaat. Dikke shout-out naar de kerstman. Ja, maar de rest van het jaar doe ik niks. Dan heb ik die kleine rotelven, die doen alles. Oh, kijk. Ik zit al lekker te chillen, je weet het. Ah, hij pakt het goed aan, die kerstman. Nu heb ik een hele goede vraag van Edwin Verhul. Is het koud op de Noordpool? Nou, als je zo dik bent als ik, is het nooit koud natuurlijk. Oh, kijk. Daarom is de kerstman dus wat dik. Want ja, hij heeft gewoon een soort van vacht nodig voor de Noordpool. Omdat het daar anders veel te koud is. Ja, dat is een goede antwoord. Kijk, zoals je kan zien leg ik het bijltje er nog steeds niet bij neer. Dus. Precies, oké. Okay. Nu we dit een klein beetje weg hebben gehaald. Ja, alleen die bladeren nog. Ja, eigenlijk moeten we de hele boom weghalen, want anders blijven die bladeren hier. Bladeren gaan toch weg als je al het hout weghaalt? Ja, dat klopt, kerstman. Ja, dat klopt helemaal. Dus we moeten wel even alle boomstukken weghalen. Zodat die boom langzamerhand uit elkaar valt. En als je appels vindt, kerstman, dan graag oppakken, want die kunnen we wel gebruiken. Nou, dan gaan we even op zoek naar appels. Heeft de kerstman ooit wel eens gehoord van een tempel in Minecraft? Een tempel? Een tempel, ja. Wist jij dat er in Minecraft tempels waren? Nee? Vertel eens, ik ben al heel benieuwd. Nou, ik heb hier in de buurt een tempel zitten en ben jij een beetje avonturig, kerstman? Nou ja, als je elk jaar de hele wereld overvliegt op een arreslee, kan je zeggen dat ik behoorlijk avontuurlijk ben. Ja, dat is waar, dat is waar. Dan hoop ik dat je open staat voor dit avontuur, of voor deze vacature. Want ik ben nog op zoek naar iemand die met mij naar de onderwatertempel wil gaan. Wow. Nou ja, de kerstman is altijd wel in voor een leuk avontuurtje. Kijk eens aan, dames en heren. Ching ching, we hebben gewoon iemand. Oh, knophouwer. Oh, de kerstman die zegt ook gewoon knophouwer mee. En hij lacht zelfs ho ho ho. Hij lacht gewoon ho 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 ho. Ja, wat is nou jouw beste ho ho? Want heb je daar veel op moeten oefenen, kerstman? Hoe kwam je eigenlijk bij ho ho? Nou, ik had vroeger een relatie met een meisje en die was heel gevreemd gegaan. En toen moest ik, het was een Engels meisje en toen rende ze weg. Toen zei ik, hey ho 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 ho. En toen dacht ik, hey. Ik moet me helpen herinneren aan het feit dat zij zo'n kutwijf is geweest. Dus, ja. Dus de kerstman had een meisje, maar die ging vreemd. En ja, jij wilde haar houden en toen rende zij weg en toen zei je ho ho ho. En... Ho ho ho, zei ik. Ja. Ik heb dit nooit geweten, mensen. Ik vind het echt heel erg bijzonder dit. Ja, maar normaal doe ik nooit interviews, hè? Nee, precies. Nee. En dat vind ik nou heel erg vet, dat je gewoon tijd maakt om met mij mee te doen in de Minecraft Survival serie. Ik voel me echt heel erg speciaal, kerstman. Heb je ook al iets in gedachten voor een cadeautje voor mij, of blijft dat geheim? Of... Daar ga ik even over nadenken. Ik heb gehoord dat jouw vorige opblaaspop lek is gegaan, dus ik ga kijken of ik een nieuwe kan fixen. Dit mocht je dus eigenlijk niet vertellen, kerstman. Oh, maar, sorry. Dus, denk maar even na over een cadeautje. Oké, we zijn lekker op weg, kerstman. Ik vind echt dat je een harde werker bent. Ik vind het echt heel erg goed. Ik heb gelukkig wat aan je. Ik heb namelijk... Oh, ik zie daarboven een appel. Ik heb namelijk wel eens wat gasten gehad in mijn survival. Die niet zo hard aan het werk waren. Daar was ik niet zo blij mee. En ik was wel even aan het twijfelen bij jou. Van ja, wat gaat die kerstman nou doen? Gaat hij nou hard werken? Of gaat hij een beetje op zijn lui reet zitten? Een beetje koekjes lopen vreten en melk lopen drinken? Maar ik zit al vol. Oh, je hebt dat voor de aflevering al gedaan. Ja. Ah, erg slim. Ik vond het onbeleefd om te gaan eten waar alle mensen... Ik eet nooit in het openbaar, als je goed oplet. Hè? Je ziet mij bijna nooit eten of drinken. Nee, dat is Want waar. Het is ook best wel lastig met zo'n mooie baard als ik heb, om goed te eten. Ja, maar anders al het eten blijft er natuurlijk in zitten anders. En dan ziet de baard er niet mooi uit. Nee, dat snap ik. Ik denk dat wij de boom aardig goed hebben weggehaald, kerstman. Ja, schiet mooi op. Je had een flink bos hout voor de deur, maar dat is bijna weg. Ja, inderdaad, dat is echt bijna weg. die kerstman, die heeft wel zo zijn humor, hè, dames en heren. Ja, je moet wat als je het hele jaar alleen op de Noordpool zit en die elfen zijn hard aan het werk, dan moet je toch wel een beetje... Ja, precies. En wat doe je dan de hele tijd op de Noordpool? Ik kijk alle slechte films die gemaakt zijn over mij. Ah, dat zijn er nogal wat, hè? Ja, je Bad Santa, dat is mijn achterneef. Die geeft een beetje het verkeerde voorbeeld voor de familie Klaus. Ja, nee, dat is waar. Wat is nou echt jouw favoriete kerstfilm? Gebaseerd op jou natuurlijk.
Ik vind Jingle All The Way vind ik wel leuk. Jingle All The Way? Ja, ken je die? Nee. Dan krijg jij... Ik moest toch nadenken over een cadeautje? Dan krijg jij die film van mij voor de kerst. Yeah! Kan ik weer een leuke film gaan kijken? Day, heb je zin in een leuke kerstfilm? Oh. Doe nou even, ik ben met de kerstman aan het opnemen. Ja, heel veel zin! Ja, zie je, ze heeft super veel zin. Kijk eens aan, kerstman. Ja, mijn vriendin die is helemaal gek op de kerstman. Dus, Ja, maar ze krijgt geen snoepjes meer. Want ik heb gezien in jouw vlogs die ik gekeken heb op de Noordpool dat ze al veel te veel snoepjes heeft. Ja, ze heeft echt al heel veel snoepjes. Nou, dat heeft ze niet meer nodig. Nee, dat is een overkill. Oké, kerstman. Heb jij trouwens wel wat eten gekregen voor mij? Nee. Oh, en nu je het zegt. Ik ben ook bijna door mijn eten heen. Ik pak hier die appel even op. Maar ik zal jou even wat... Ik heb speciaal voor jou gekookt. Moet je kijken. Ik heb heerlijke... Ja, ik heb... Kijk. Heerlijke porkchops. Hoppakee. Oh mijn god, dames en heren. Ik ben level 30. Ik zie dat nu pas. Dus weet je wat ik eventjes ga doen? Ik heb nog een hele mooie vishengel hier. Ik ga die vishengel gewoon enchanten. Want ik had een reactie gelezen... En die zei tegen mij, een jongeman, want ja, de naam was van een jongen, ik ben de reactie helemaal vergeten op te slaan. Maar die zei tegen mij dat gewoon kan, dus ik doe nu gewoon de vishengel erin, ik doe dit erin en... Oh, ik krijg Unbreaking 1, Luck of the Sea en Unbreaking 3. Zal ik dat gaan doen, kerstman? Zal ik hem gaan enchanten? Niet verkeerd, toch? Niet verkeerd. Oké, dan ga ik het doen, dames en heren. Knalpower op de boog. Oh my god. Er zit op de vishengel zit alleen Unbreaking 3. Oh my god. Ja, daar heb ik niet zoveel aan. En zo? Jongen. Weet je wat? Kerstman, ik had nog trouwens een cadeautje voor je. Kom maar, de vishengel. Alsjeblieft, mag jij de vishengel hebben? Die zou ik jou zelfs niet geven onder de kerstman, en zo met Unbreaking 3. Oké, dan gaan we hier het hout op doen. En dan moeten we nu toch eventjes iets gaan verzinnen. Oh, ik zie hier nog wat hout trouwens. Misschien moeten we even planken maken, Enzo. Ja, dat is wel een hele goeie. Maar we moeten nu even een keuze gaan maken, kerstman. En ik weet niet waar jouw voorkeur naar uitgaat. Want wat voor houten dak gaan we maken? Met wat voor hout? Dat moet wel een beetje kersterig zijn, vind ik. Ja, het is... Wat zijn mooie kerstkleuren? Een beetje donker, denk ik? Of licht? Nee, een beetje licht tijdens de kerstdagen is nooit verkeerd, denk ik. Een beetje licht. Oké, ik ga nog even kijken wat voor hout ik beneden heb. Oké. Zo... Dit is de houtjes. Ik heb... birch. Dat is heel erg licht. Ik heb birch wood planks. Maar ik heb daar niet genoeg van. Dus ik moet daar nog even meer van hebben. Dat vind ik wel goed. Dan doen we birch wood planks. En misschien... ik weet wat leuks, kerstman. Nou. Oh mijn god, ik weet iets heel erg leuks. Vertel. Wij gaan het dak helemaal niet maken van hout. Nee, waarvan dan? Wij gaan het dak gewoon maken van redstone blocks. Kijk, dat zijn deze prachtige blocks. En dat is natuurlijk jouw kleur, hè? Nice, ik hou heel erg veel van rood. Kijk, dat bedoel en ik heb ook dit. Kijk, let op. Ja. Geel! Daar houdt de kerstman denk ik ook van. En misschien, ik weet niet of je dit ook leuk vindt voor het dak. Deze kleur. Nee. Nee? jawel. Nee, blauw vind ik ook mooi. Ik hou eigenlijk... Wel van alle kleuren behalve zwart. Dat vind ik dan een beetje somber. Ja, je bent wel lekker vrolijk, hè, kerstman? Ja. Oké, dan gaan we het gewoon lekker doen met de redstone blocks en een paar golden blocks. Gaat helemaal goed komen. Oh, ja, dat trappetje is net niet goed gelukt. Wacht, ik maak het trappetje voor de kerstman even wat degelijker. Komt u maar. Zo, kijk eens aan. Dank u. En normaal doen we huiselfen dat, maar... Ja, precies. Ik gedroeg me heel even als een huiself. Oké, dan lijkt het mij handig als wij... Wil je gewoon zo'n een soort van piramidedak maken? Dus die piramide die je daar ziet, rechts. Daar beneden. Wil je zo'n dak maken? Zo'n puntdak? Dan past het wel bij de rest van de omgeving en zo. Ja, dat wel. Maar dan moeten we nog even iets gaan verzinnen voor je addersslee natuurlijk. Dat wordt wat lastig, kerstman. Dat wordt wat moeilijk. Maar we kunnen in ieder geval... Knoppen! Zo, de kerstman zegt gewoon harder dan ik, mensen. Ik ben enthousiast. Oké, we gaan in ieder geval dit zo maken. Kijk eens aan, gaan we gewoon een hele sfeerachtige dak maken. Heb ik wel genoeg redstone blocks? Oh mijn god, ik heb... ik heb wel genoeg. Ja, ik heb wel genoeg. Hoppakee. Misschien kunnen we het hele dak rood maken. Dat is ook heel mooi. Dat zou misschien wel vet zijn voor de kerst. Ik haal even wat bladeren weg.
Gewoon puur eventjes voor de kerst dit, dames en heren. Hé, ik weet misschien ook al iets anders leuks. Kijk. Misschien moeten we het nog eentje hoger maken zo. En dan moeten we daarna gewoon het recht laten. Zodat je er dan nog op kan landen met je addersleigh. Ja, misschien een beetje verlichting voor de landingsbaan. Ja, precies. Even kan kijken. Kan ik niet meer schieten, anders lig ik straks tussen de koeien en de varkens daar beneden. Ja, dat is niet best. Nee, dat is niet best. Oké, ik heb nog één blokje nodig. Die heb ik nu opgepakt. Oh shit, ik kom alleen niet meer hier naar boven. Ja, dat is lastig. Hoe kom ik nu op het dak? Ik kom je halen. Ik heb trouwens nog een vraag. Ik ga even mijn telefoon er weer bij pakken. Daar heb ik namelijk hele mooie foto's op staan. Ik heb namelijk een vraag. En die zegt... Oh, dit vind ik wel een hele leuke. Die is van Mitchell van Loon. Kerstman, vindt u Enzo Knol en D een lieve, gezellige, mooie stijl? Wat vind je van mij en Dave? Zijn wij een lief stijl? Ik hoor iemand al ja zeggen op de achtergrond. Maar ik heb gehoord dat D soms te veel snoepjes eet. En dat vind jij dan niet leuk. En dan ontstaat er soms een klein conflict. Maar verder zijn jullie een heel lief koppel, kan ik vertellen hoor. Ja. Oh, D. Ja, ik heb gehoord van de kerstman dat jij af en toe te veel snoepjes eet. En dan... Nou, D. Je eet af en toe te veel snoepjes en dat vind ik dan niet zo leuk en dan krijgen we een klein conflict, maar het komt meestal wel goed. Ja, ik vind de kerstman aardig goed gelijk heeft hoor. Spreekt ze de kerstman nou tegen? Ja, ze spreekt de kerstman tegen. Ik vind het niet netjes hoor, D. Zo heb ik je niet opgevoed. Ik krijg normaal nooit tegenspraak. Nee, dat snap ik. U bent de kerstman. Ik ga mijn excuses aanbieden hoor, voor mijn vriendin. Het spijt me. Accepteert en zo. Maar jij bent verder altijd wel een braaf jongen. Al heb ik wel gehoord van de kerstman. Nee, van mijn elfjes. En we hebben ook een beetje een verbinding met Sinterklaas en Zwarte Piet. Dus daar horen we ook het een en ander wel van. Oh. Ik hoorde dat jij vertelde dat je over een auto was gerend of zo. Dat het een beetje stout was. En dat je er wel spijt van hebt. Dus dat heb ik je vergeten. Dat heb ik je vergeven. Ja, dat was een beetje stom van mij, kerstman. Dat was niet helemaal mijn bedoeling. Nee, maar het is opgelost, heb ik gehoord. Ja, ik het is opgelost. Ik vind het heel mooi worden, Enzo. Ja, vind je dit mooi worden? Ja, ik denk dat mijn slee hier perfect zo kan landen. Kijk, ik heb het dak nu helemaal afgemaakt, meneer. Ik geef je een buiging. Een buiging. Dank je. Ik denk dat dit het dak is dan, dames en heren. Ik weet het. Als het geen kerst is, is het het lelijkste dak wat er is. Maar het is nu kerst. En kerst moet lekker fleurrijk, lekker vrolijk, lekker leuk. Oh, ja. Dus wij gaan nu hier alle lichten opdoen. Zo, op alle hoeken. Hoppakee. Heb je nog twee goldbloks? Ik denk dat dan mooier is voor de evenwichtigheid op het dak. Dat klopt. Dat klopt. Maar die heb ik niet. Dus we kunnen het wel even op een andere manier doen. Doen we in het midden twee. Daar heb ik een oplossing voor. Als ik nu dit doe. Zie je waar ik heen wil, kerstman? Kijk. Ja, mooi. Kijk eens aan, kerstman. Ik vind het echt geweldig. Maar het huis lijkt nu een beetje op een pakje van afstand. Zie je dat? Ingepakt pakje. Ja. Ik ga even van beneden kijken. Even kijken hoe dat eruit ziet van de vier. Ja, de bovenkant is gewoon ingepakt. Ja, dat bedoel ik. Ja, dat klopt helemaal. Ik heb nog een hele leuke reactie van een kijker. Ik ga even weg bij die netherport, want die maakt een heel erg eng naar geluid. Dat vind ik niet zo leuk. Oh, hij maakt hetzelfde geluid als mijn ex. De kerstman die is op dreef, dames en heren. Ik heb hier een hele leuke. Hij is van Jarno Schilte en die komt nu in beeld. Vraag aan de kerstman. Hoe lang doe je erover om van de Noordpool naar ons in Nederland toe te komen? Dat vind ik een hele goeie, want de Noordpool en Nederland, dat is nogal een stuk reizen, of niet, kerstman? Ja, er rijden geen treinen. Dus, nee. Je hebt je mooie addersslee, maar hoe hard gaat die addersslee eigenlijk? Wat zei je? Nou, laat ik het zo zeggen. Oh, addersslee. Oh, het is een addersslee hoor ik, geen addersslee. Ja, ik wou beleefleven je niet corrigeren, maar het is goed dat D toch in de buurt is om jou lichtelijk te sturen richting de juiste richting. Ja, precies. Laat ik het zo zeggen, als ik naar Nederland ga, word ik gemiddeld 300 keer geflitst. Als de kerstman D van de Noordpool naar Nederland gaat, dan wordt hij gemiddeld per jaar 300 keer geflitst. Nou, dan gaat jouw arreslee echt wel ongelooflijk hard. Ja, ik heb natuurlijk niet voor niks van die rendieren ervoor, hè? Nee, precies. Ik heb hier een heel erg leuk idee, kerstman. Vertel. Ik wil voor jou namelijk iets doen. Oh!
Wat is dat dan? Oh! Wow. Hij komt uit de Nether. Ik ga het voor je vermoorden. Naar een man. Yes, we hebben het samen vermoord. We zijn al een goed team, we voelen elkaar aan. Ik heb voor jou een rode loper gemaakt, kijk. Yeah. En dan mis ik eigenlijk nog die paaltjes die langs de rode loper staan. Oh ja, de paaltjes. Ja, ik snap u helemaal, Kerstman. Ik ga dat voor u regelen. Jij wilt natuurlijk hele mooie paaltjes, hekjes ernaast. Die ga ik voor u regelen. Ik kom er alweer aan. Zal ik de trap even weghalen naar boven? Ja, dat zou wel fijn zijn. Mijn builtje is bijna kapot. Kijk, ik heb het voor u gefixt, meneer de Kerstman. Hoe vindt u dit zo? Ja, mooi. Mooi. En die melancholieke kaarsen erbij. Ja, goh. Toch? Zou ik dit ook even aan de andere kant voor u doen? Ja, ja, ja. Kijk, want de Kerstman kon wel eens hier achter de deur. Ja. Ik heb alleen slecht nieuws. Ik kan het hier beneden wel doen. Zo. Op deze manier. Oh, er schiet iemand op de Kerstman! Er schiet iemand op de Kerstman! Oh, yes. Ik heb hem vermoord voor u. Dat was niet echt een kerstgedachte, hè, wie jij in zo of dat. Nee, dat was zeker geen kerstgedachte. Nee. Ik ga dit weghalen zo. Even kijken, we zijn alles helemaal aan het upgraden samen met de enige echte Kerstman. Dan kan ik hier weer hekjes plaatsen. Hoppakee. En dan zetten we hier natuurlijk weer hele mooie kaarsen op. Oh, dit ziet er prachtig uit, dames en heren. Kijk eens aan, Kerstman. Speciaal voor u, de rode loper. Enzo, je krijgt 2 cadeautjes van de Kerstman. Yay! Yes, ik ben er ongelooflijk blij mee. Dames en heren, hebben jullie nou nog meer vragen voor de Kerstman? Laat het zeker weten even achter in de reacties. Want, nu komt het hoor. Ik zeg al dat ik met hem ga opnemen. Maar Kerstman, wil jij vaker met mij opnemen? Jazeker! Yes! Dus, dames en heren, misschien morgen wel weer de Kerstman in de aflevering. Willen jullie dat? Laat dan allemaal een blauw duimpje omhoog achter. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En hopelijk check ik jullie bij een gloednieuwe aflevering om 7 uur. En we sluiten af met... Knolpower! Knolpower!